Yo mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer verder met de serie Drop the Bingo. En wat Drop the Bingo inhoudt, dat is natuurlijk mijn allereerste serie op Black Ops 4. En we moeten zien alle scorestreaks uit onze carepackages zien te halen. Op dit moment hebben we nog de R6D nodig, de Dart, de Counter UAV, Sniper's Nest, Mantis, Thrasher en het Strike Team. Dus we hoeven er nog maar 7. Ja, 7. En de gunship hebben we natuurlijk in de vorige aflevering gehaald. Dus heb je nu nog niet gezien, check zeker de vorige aflevering uit. En vind je deze serie leuk, dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet op een belletje te drukken. 3 dingen dat je hoeft te doen. En we spelen vandaag 1 TDM potje tot de 100. Dus ik zie jullie in het TDM potje. We zijn aangekomen in een team deathmatch potje. En het is op de map Summit. Ik heb weer reken van eens, niet te geloven. En het is een van mijn lievelingsmapjes. Dus ik hoop dat het goed komt. We hebben nou 1 kill. En we hebben 2 kills. Oké. Dat is een goede start. Nu moeten we niet doodgaan. Maar onze streak bleef doorzetten. Oké. Oh nee. Oh, ik had het niet moeten challengen, maar ik dacht dat hij me niet zag. Oh nee. Oké, maar hoeveel kills hebben we daar? 4 kills. Dus, ja, dat was bijna een care package. Oké. Ah, kut zo. Oh nee. Maak de hele tijd 3-4 kills en dan gaan we meteen dood. We moeten gewoon 550 punten zien te halen. Moeilijk. Kan het niet zijn als ze niet staan te campen met de light machine gun, met een Titan. Oké, die moest even eruit. Ik haat mensen die gaan campen met een Titan. Nou, mooie ninebang. Ik heb echt zoveel mee gestunt ook. Wacht. Even een rewind. Hoeveel mensen stonden daar? Iets van 5 mensen of zo? 3 daar in het hoekje, dan nog 2 daar in het hoekje. Oké, het Spaans gaat flippen. Dan moet ik zorgen dat ik als eerste hierboven ben. Oh, daar staat er alleen. Thanks team, dat je me hit had. Oh, kut. Ah, kut, ik dacht dat mijn teammate hem had. Ik dacht ik ga gewoon healen. Omdat mijn teammate hem had, maar de teammate had hem blijkbaar helemaal niet. En daar kwam er nog een tweede aan. Ja, en dan dat was ik hartstikke dood. Echt waar, vriend, ga niet campen. Ja, ik kom het achter me aan, jongens. Ik voel het. Uh-oh. Ik dacht dat ik daar iemand zag, ik weet het niet zeker. Oh, daar loopt er nog iemand? Uh-oh, kus. Dat is niet handig. Waar zit hij? Oh my god, we hebben de carepackers. Oh, die was net. Die was net gekilled, jongen. Die had me bijna. Ah, we bijna is nog niet helemaal. Oké, we roepen hem gewoon zo snel mogelijk hier van achterin. Hoppa, we gooien hem neer, hoppa. UAV erin. Oké, we mogen niet doodgaan, Oké, ik ren terug. Oh, en een UAV. Nou, die hebben we al. Die hoeven we niet meer. Serieus, Call of Duty? Ik heb mijn bloed, zweet en tranen ingehaald. Krijg ik een UAV. Oh. Ja, daar ging mijn specialist ook. Godverdomme, jongen. Oh. Kan ook alleen maar mee overkomen. Campertjes. Wat? Ik zag hem niet! Wat? Oh, die zag ik echt niet liggen. Ik zag er één op de muur, maar die op de grond. Wauw. Ik weet niet wat jij hier zit te doen. Want deze mensen kunnen wel campen, hoor. Zo stun ik niemand.
Al zitten dat weer allemaal, hè. Ik denk dat die vent gaat omlopen hier. Ja, die gaat inderdaad omlopen. Kom hier, vriend. Doei, vriend. Ik dacht even back riepen deze mensen. Lekker zag rijden met zijn goede oog weer. Dat niemand zat. Dat er iemand zat. Oké, we hebben weer kerpertjes. Nice. We gaan er gewoon in als we dood houden en dan onze kerpertjes herroepen. Oh. Zit er hier nog één? Oké, nice. We hebben hem. Oké. Care package. Hoppa. En roepen die handel. Zo. Care package. Kom er maar vlug aan, vriend. En hoppa. Wat hebben we? Een arsectie. Oké, die hoeven we eigenlijk wel nog. Dus we hebben geluk. We hebben een item gekregen die we nog hoeven. Weet je wat? Ik ga gewoon dit doen. Ik ga erop af. Als ik dood ga, is jammer. Hey, karke is kapot. What? Oh my fucking god. Serieus, vriend? Serieus? Oh, zat hij daar in een hoekie? Dat is niet te geloven, joh. Oké, get track, vriend. Oh, ik dacht dat hij daar zat, maar hij zit hier om de... Deze keer niet! Oh, komen ze aan. Eén. Oké, nu komen er geen meer spans flappen. Oké, potje zit erop. Zijn wel nog snipers nest, GG. Waarschijnlijk kunnen we kerpen, dus ik hoorde iets inkomen. Maar, misschien kunnen we hier nog een kill oppakken. Hoppa, 2 zelf, hoppa. 36-8. Het is gewoon een B-score eigenlijk. Het is gewoon een B-score. Weet je, puur omdat het kan. Ik ga nog een tweede potje erachteraan spelen. En ja, dit potje was eigenlijk wel best hard. Dus ik zie jullie in het tweede potje wensen. Alright, we zijn aangekomen in het tweede potje. En het is weer op de map Summit. En ik hoop dat we weer onze kaart van Bingo met scorestreaks kunnen vervolledigen. Dus ja, we gaan gewoon zoveel mogelijk care packages droppen. Dat is gewoon een goede start om te doen dan. Zonder die care package ga ik niet halen, denk ik. Wat een kak, sorry. Oké. Zitten hier meer mensen dan ik dacht. Maar ik heb ze wel. Haha. Oh, oh, kut. Oh, nee. Oh, ik wist niet dat hij al boven stond. Ik had hem moeten cancelen. Oh, dat is mijn fout. Excuse me. Oh. En die vent was helemaal doorgepusht, oké. Dat had ik niet verwacht, en voor het pushen stonden veel mensen te campen. Ik had niet verwacht dat ze gingen doorpushen. Ik heb het gevoel dat er hier nog iemand zit. Ja, dat bedoel ik dus. Oké, knife runner, oké. Afstand. Oh my god. De vent had me wel nog bijna, eerlijk. Enemy down. Oh nee, niet genaimbankt worden. Oh nee. Hoeveel met. Alright, oké. Okay. Ik dacht er staat daar één iemand. Nee, ze staan daar gewoon met z'n 3-4. Oh my god. Oh, hier kan ik niet langs. Kut. Er loopt er hier eentje beneden, maar waar? Waarschijnlijk komt hij hier aan. Nee, je loopt al boven. Oké. Okay. Oké. Daar waren we bijna dood. Zo. Hey, doei. Ik ga omlopen. Ik hoop niet dat iemand zelf het doet. Dat doet ze dus wel. Nah, oh, komt hij zijn payback halen. Oh, kut. Oh, nee, deze mensen tryharden. Deze mensen zijn uit op payback gewoon.
Ja, we zijn weer door. Oh nee. Oké. We moeten, denk ik, een beetje heel snel door de map heen rennen. Als ze één iemand killen, we moeten meteen de hele andere kant op. Want mensen komen ze payback halen. Oh. Oh, ja, die zag het niet aankomen. Die vent heeft ghost staan. Oh ja, zie je, ze komen met z'n allen op me af. Heel de tijd, hè. Ze moeten echt in de haten horen. Ik heb hier iemand gestunt, maar wie dat ik gestunt heb, dat weet ik niet. Maar ik sta hier echt helemaal bijna dood. Het is echt een lastig potje, no? Oh, dit is echt een lastig potje. Echt, ik meen het. Dit is echt een van de lastigste potjes. Want ze komen echt een payback halen. Nou, ze hebben ook counter UAV, dus nu kan het nog minder, want ik heb nu geen minimap. Thanks, teammates. Ja, kijk, zie je, ze komen payback halen. Oh, die kwam expres in mijn rug. Om het te pakken. Ah. Oh. Nou ja, dat weet je wel. Ik had daar geluk met die RPG, joh. Ah, kutzooi. Deze mensen, ze zijn... Ja, sommigen spelen goed. Bijvoorbeeld die vent met zijn Spitfire speelt wel lekker. Eerlijk is eerlijk. Maar die andere... Ik weet het niet. Zit ik daar in de hoekie? Dat ga je toch niet menen? Ja, hey, vriend, echt. Oh, ze lopen om. Het is, ze spelen raar, ze lopen raar. Ik ga het zo zeggen. Dat is het probleem van dit potje, vind ik. Ah, speelt hij ook nog met die dual sound? Dan maakt het ook niet heel vrolijk. Lekker teamie, die heeft hem in mijn rug. Ja. Hoe de fuck kun je mijn Spitfire naar die kant van de map schieten? Nou, dat mag je mij ook even uitleggen. Dat kan ik het ook even doen met de Spitfire. Ze hebben een snipersnest. Of het is die Saugman, of het is die Spitfire man. Ik zeg het je nu al. Eerlijk, ik denk dat het Saugman is. Want die zit echt vies te spelen met zijn twee saugjes in zijn handen. Ja, oh. Nee, knal me niet af. Oké, tanks zijn me niet afknald. Ik weet niet waarom het nog leeft. Maar het zal wel. En nu hebben we wel een care package. Oké, we zijn dood. Oké, we hebben toch nog een care package gehaald. Oh, dat is echt een lastig potje. Staan 30-15, ook niet heel slecht. Oh, ik zei je, de spit of de soundman heeft. Nee, mijn care package. Nee, dat ga je echt niet menen. Oh, UAV. Ja, je mag die wel hebben. Je mag die UAV wel hebben. Ik heb die toch al. Als er een gunship in zat weer, dat is ook echt janken. Maar ik wil geen gunship afgenomen worden. Oké, en nu hebben we weer een care package. Waarom roep ik hem daaruit? Oh, is de Spaans? Ik dacht dat de Spaans ging flippen. Oh ja, de Spaans flippen, oké, laatste kans om iets leuks nog misschien te krijgen. Alsjeblieft.
Een lightning strike? Hebben we die al? Oh, die hadden we al. Kut, sorry. Oh my god. Oké, we hebben ze twee keer pas gehaald, maar... Alsjeblieft, ik wil dat eigenlijk niet verliezen. Oké, nice, lekker team. Ze hebben nog gewonnen. Zielig? Nee, nee, nee. Ik speelde gewoon serieus. Ik ben niet zielig. Maar de anderen misschien wel. Ik weet het niet. Maar we hebben twee potjes gespeeld. We hebben geen... Jawel, we hebben de UAV gehaald. Ja, UAV. Nee, de R6D. Sorry. Ik ben even in de war. We hebben de R6D gehaald. En we gaan zo snel mogelijk verder met een nieuwe aflevering van deze serie. Dus heb je genoten, dus zeker een duimpje omhoog. Een belletje, abonneren. 3 dingen dat je hoeft te doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye.